Ik ben inmiddels een paar landen verder, een paar maanden ouder, een paar kilo lichter, een paar hoofdharen minder. En ik had even geen filmpjes gemaakt, want de vorige twee filmpjes heb ik gemaakt toen ik in Letland moest wachten op de onderdelen. Maar alles ging verder redelijk goed, dus geen filmpjes, geen tijd. Het enige wat niet zo goed ging, was dat mijn laptop kapot ging, dus dat maakte het ook wat moeilijk. En ik had ook wat minder zin om wat filmpjes te monteren. Misschien is het wel koppigheid dat als iets voelt als moeten, dat ik het niet meer doe. Het zal wel komen dat ik uit Friesland kom. Maar genoeg daarover, terug naar Motorpech in Letland. Zou het goed komen? Spannend! Het is inmiddels 15 juni 2017. Christelijke jaartelling. En het is nu zo'n 16 dagen geleden dat ik pech kreeg. Oké, wat er is gebeurd. Ik heb eerst 4 dagen lang in een hostel gezeten in de buurt van waar mijn motor bij de garage stond. En 4 dagen lang overlegd met BMW en met de ANWB en met de garages over hoe te maken. En uiteindelijk is eruit gekomen dat dat ze niks konden bieden wat ik wilde. De garage wilde het niet maken. De ANWB zei van we willen kunnen hem wel vervoeren, maar dat ging ineens 20 dagen duren in plaats van 10 of 2 weken. Ik had gewoon het idee dat ze gewoon geen zin hadden om dat te vervoeren, want ja, dat kost gewoon een bult geld. Kon ook naar de BMW garage in Riga, maar dat kost toch ook wel met nieuwe onderdelen worden er dan ingezet en dat kost toch wel zo'n 1500 tot 2500 om te laten repareren. Dus ik heb besloten een poging te doen om zelf de motor te repareren. Ik heb eerst de motor uit elkaar gehaald, nieuwe en tweedehands onderdelen besteld. Ja, moest ik ook nog 8 dagen wel op wachten voordat die kwamen. Moest uit het verschillende buitenlanden komen. Nu is het allemaal voorradig en nu ga ik proberen het in elkaar te zetten. De garage was wel zo aardig om mij een plekje te geven waar ik droog sta. Dus kijken of het lukt. Hier een lesje auto- en motortechniek. Dit is een koppeling. Deze as zit aan de uitgaande as van de motor. Normaal draait het hele ding heel snel rond. En deze as zit aan de versnellingsbak en de wielen. Dus nu kunnen ze los van elkaar draaien. Maar normaal, als de koppeling dus niet is ingedrukt, dan zitten er 2 platen in. Ik weet niet of het te zien is. 2 platen. Die drukken de ronddraaiende schijf die in het midden zit vast. Dus normaal klemmen die 2 platen klemmen de koppelingsschijf vast. En betekent dat dus dat als de motor draait, dat de wielen ook draaien. Als je wilt schakelen moet je dus even de boel loskoppelen. Druk je op het koppelingspedaal of hendel, drukt hier een pin in en dat drukt die 2 platen van elkaar af, zoals ze nu van elkaar af zijn. Nou, wat is bij mij dan gebeurd? Bij mij is de koppelingsplaat, de binnenste plaat, is versleten, waardoor de koppeling is gaan glijden. En de buitenste 2 platen warm zijn geworden. Kijk, dit is de binnenste plaat. Nou, je ziet versleten. Die is dus gaan glijden over die andere 2. Die zijn warm geworden, zelfs zo warm dat die uit elkaar is gespat. Hier een stukje van de plaat. En is uit elkaar gespat en heeft een gat veroorzaakt in de behuizing. Gelukkig heb ik geen gat in mijn voet. Dat is mooi. Zo leer je ook nog eens wat. Het is nu de 17e en na 3 knutselmiddagen zit de motor weer in elkaar. Dus ik ben heel blij dat het is gelukt. Misschien wel voor 2000 euro minder dan de BMW garage.
Want het heeft ongeveer 250 euro gekost aan onderdelen. En in ongeveer de helft van de tijd dan de garage dacht, namelijk een halve maand. Het was nog lang, maar ik ben wel tevreden. Hier staat hij al. Ik ben nog in Liepāja. Nog wel even leuk om te noemen. Na een paar dagen in een hotel kwam ik in de supermarkt twee mensen tegen. Emiels en zijn moeder Taika. Ik raakte met ze aan de praat. Ze konden beide goed Engels. En ze waren zo gastvrij om mij in een lege kamer in hun appartement te laten logeren. Nog bedankt daarvoor. Er zijn hier veel bunkers met decoratieve hakenkruisjes om de boel wat op te vrolijken. Er zijn ook gangencomplexen. Je kunt er doorheen lopen. Ja, je kunt het niet echt zien op film, maar het loopt hier naar beneden. Veel barrensteen op het strand hier. Daar een stukje. Oké, genoeg over Liepāja. Tijd om verder te reizen. Langs de Oostzee. Misschien is Baltische Zee een beter woord. Maakt ook niet uit. Langs een grote bak met zout water. En dan hoop ik ergens in Rusland uit te komen. Ik ben nu op het puntje van Letland waar de Oostzee en de golf van Riga bij elkaar komen. En je kunt zien dat de golven op elkaar botsen. Motor verstopt. Check.
Leeg strand. Check. Ondergaande zon. Check. Even mijn tent open laten staan. En kijkt allemaal kleine steekbeestjes. Soms doet Riga wel een beetje denken aan een Nederlandse stad. Of een Duitse stad. Of in een winkelcentrum, als elke stad in een westers land. Ik vraag me af waarom winkelcentra zo op elkaar lijken. Maar er zijn natuurlijk ook nog leuke straatjes en gebouwen. Ook heb ik in Riga leuke mensen ontmoet. Het beeldmateriaal daarvan zie je nu. Het is nu de dag voorafgaand aan het midzomerfeest. Volgens locals het belangrijkste feest in Letland van het hele jaar. Er waren natuurlijk allemaal dingen georganiseerd in Riga, maar locals zeiden tegen mij van het echte midzomerfeest is op het platteland, verspreid over het land. Dus ik heb besloten Riga te verlaten en mijn route te vervolgen en waar ik feest tegenkom, daar even te kijken. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Nergens op het platteland kan ik iets vinden. Even in een dorpje kijken, maar het lijkt toch ook oud gestorven te zijn. Wel wat mensen gezien die in hun achtertuin rond een kampvuurtje zitten, maar daar wil ik mij dan ook weer niet aan opdringen. Nou, dat was dan mijn reportage van het grootste feest van het jaar in Letland. Ja, nogal anticlimax natuurlijk. Nou ja, eerst maar een tentplek zoeken. Tentplek gevonden en als ik de tent opzet is het ook alweer licht geworden. Echt irritant, allemaal vliegen. Vanwege mijn niet eeuwigdurende Rusland-visum rijd ik Estland snel door. De kilometerstand is bijna op 50.000. Of nee, toch niet. Hij is blijven hangen net voor 50.000. Ook een beetje anticlimax. En de dagteller is er ook mee gestopt. En omdat ik hiermee bijhoud wanneer ik moet tanken, moet ik dat vanaf nu wat meer op de gok doen. Aangekomen bij de grens van Estland en Rusland ziet het er nogal leeg uit. Ik vraag of het wel open is, de grens, vandaag. Maar dat is wel het geval. Ze zeggen me wel dat ik eerst een nummertje moet trekken. En dat is dan ergens anders in Letland, een paar kilometer verderop. Allemaal heel logisch.
Maar ik mocht Rusland binnen, het grootste land ter wereld. Toch wel een beetje spannend.